Dit willen we hier aanbieden
namens alle trekgroepen van Nederland vandaag aan de gedeputeerden. We weten ook dat de lijntjes richting de landelijke politiek maar heel kort zijn. Dus ook zeker één exemplaar voor de heer Adema, als hij nog iets nuttigs voor het landbouw wil doen, moet hij nu wakker worden. Duidelijke taal, mensen. En ik heb met verschillende u gesproken en ik begrijp ook heel goed dat u hier vanavond niet had willen zijn. Ik begrijp heel goed dat u hier vanavond liever niet had willen zijn. En dat u hier vanavond bent om te strijden voor uw voortbestaan, voor de toekomst van uw sector. En ik kan u verzekeren dat wij als Gelderlands, wij maken ons hard voor de sector en we hebben waardering voor onze boeren. Laat dat duidelijk zijn. Daar is ons beleid in Gelderland op ingezet en op gericht. Zodat de boerenbedrijven een goede toekomst hebben met een werkbare regelgeving. We ondersteunen en leggen de focus op de waarde van ons voedsel wat jullie produceren. Daarom bijvoorbeeld zetten we in Gelderland op de week van ons voedsel in oktober. En ook hier in februari organiseren wij hier als provincie Gelderland een bijeenkomst voor de jonge boeren. En wij willen met de jonge boeren in gesprek over hun toekomst. En als ik u hier vanavond zie, zie ik heel veel jonge boeren die hier vanavond zijn om te knokken voor jullie toekomst. En ik weet wat er in de sector speelt. Ik kom zelf van het platteland en in de 6 maanden dat ik hier gedeputeerd ben ik wekelijks op het agrarische bedrijf. Het boerenbedrijf aan de keukentafel, met een kop koffie. En te praten over wat de boeren bezighoudt. Wat gebeurt er en wat houdt jullie bezig? En ik ben daar van onder de indruk, die gesprekken die ik heb. En ik ben ook van onder de indruk dat de agrarische sector ontzettend veel grote stappen heeft gemaakt. Want degene die zegt dat de agrarische sector in Nederland geen stappen maakt op duurzaamheid en innovatie, die wil ik echt uitnodigen om met jullie in gesprek te gaan en ook bij jullie op het bedrijf te komen kijken. En ook hier vanavond, wat ik heb gezien, is jullie komst hier naartoe ordentelijk verlopen. En dat is goed om te weten en dat is ook goed om de samenleving achter jullie te houden. En dat we hier open willen zijn in Gelderland, ik ga in maart beginnen met een spreekuur en dan wil ik gewoon bereikbaar zijn en met u in gesprek kunnen gaan wat er leeft. En kijken wat kunnen we daarmee doen. Signalen uit de praktijk klinken hier echt door in dit provinciehuis. We kunnen echt niet alle problemen oplossen. Ik zal zo ook even op de petitie ingaan. Er zitten een aantal dingen bij waar wij als Gelderland ook niet over gaan. Maar mijn mond zal ik zeker niet houden als ik in Den Haag met bewindslieden spreek of in Brussel. Ik kan wel zeggen wat we wel doen en ik kan u ook zeggen dat wij zullen blijven lobbyen voor onze sector in Brussel en in Den Haag. Reactie op uw eisen. De Green Deal. Wij vinden voedselzekerheid belangrijk. En ik zie ook in alle gesprekken die we voeren dat we niet alleen over natuuropgaves praten, maar dat ook steeds meer voedselzekerheid op de agenda staat. De Green Deal is wel een verantwoordelijkheid die komt vanuit Brussel. En u heeft vandaag ook de beelden gezien van uw collega's die zich daar hebben gemanifesteerd en daar ook in gesprek zijn geweest. Ik heb ook gezien dat zelfs gesprekken zijn gevoerd met mensen vanuit de Europese Commissie. Dat is goed dat er aandacht voor is en dat er met u wordt gesproken over uw zorgen. Dus dat biedt zeker mogelijkheden. Bemesting op provinciale grond. En ik zal eerlijk vertellen, ik heb vandaag gekeken wat we daarmee kunnen doen. Maar ik wil ook eerlijk zijn met de mensen die zich daarvoor in hebben gestreken. En de contracten zijn afgesloten daarin. En we hebben in Gelderland al een hele verruiming gegeven op het extra aanbrengen van vaste mest op die percelen. Om nu ook gelijk toe te staan dat dreigmest opgereden mag worden,
Dat is op dit moment heel ingewikkeld, want dan zouden we een ongelijk speelveld ook creëren. Maar ik wil u wel toezeggen dat ik daar graag naar wil kijken voor een volgend jaar. Kunstmest, meer kunstmest, minder organische mest, dat is ook echt een opgave die vanuit Den Haag op die manier wordt gesteld. Wij doen wel ons best om Renewer zo snel mogelijk als een goede kunstmestvervanger te kunnen gebruiken in deze provincie. Het is een Brussel besluit en we merken ook dat onze minister Adema zich daar ook voor inzet naar het belang aandringen vanuit de provincies. U vraagt om de LP en PLG te stoppen. En wij noemen dat in Nederland of in Gelderland het vitaal landelijk Gelderland. Wij zijn daar druk mee bezig. En een hele belangrijke rode draad in dat vitaal landelijk Gelderland is ook juist dat wij ruimte willen bieden aan onze agrariërs. En niet alleen ten dure inclusief, maar ook gangbare landbouw moet daar de ruimte houden. We hebben daar een opdracht vanuit het Rijk en ook vanuit Brussel. En we moeten daar ook voldoen aan de wettelijke opgaves die daar liggen. Maar we proberen daar wel een praktische uitvoering aan te geven. En ook samen met u als sector zitten wij op de tafel. En kijken we ook hoe kunnen we dat samen op het beste doen. Maar u bent ook ondernemer. En u weet ook dat u zonder geld niet kunt. En wij hebben op dit moment geen geld. Het transitiefonds is op dit moment verloren. Dus wij weten ook niet wat wij te besteden hebben. En dat is wel een hele belangrijke. En dat zal u ongetwijfeld bekend in de oren klinken. U vraagt, en dat zijn een aantal rijksverantwoordelijkheden, en daar willen we echt wel over in gesprek gaan, ook met onze collega's in Den Haag. We horen u ook zeggen, de schutting, die wordt steeds lager, en ik heb de laatste tijd heel veel over die schutting zien komen, wat u in uw ondernemerschap echt raakt. En dat is bijvoorbeeld de nutriënten verontreinigde gebieden intrekken, wat u zegt. Geen generieke korting op dierrechten en productierechten. Derogatie en ook talentenlandbouw, die ik nog wel miste, waar ik ook van vind dat die heel moeilijk uit te voeren is in de praktijk. Wat doet Gelderland op dit moment? Want wij zitten hier niet stil. En wij hebben wel een aantal mogelijkheden om u te helpen. In Gelderland ligt de vergunningverlening niet stil. Innovaties als levensfeer of het koeltoilet zijn wij heel druk mee bezig om die passende beoordelingen voor elkaar te kunnen boksen en dat u de innovaties kunt toepassen in uw stal. En dat we daardoor ook stikstofreductie krijgen. Maar dat u ook wel kunt blijven boeren op de plek waar u zit. We zetten in op meten is weten. Meetsystemen installen sensoren. Wat is de emissie en wat is de depositie? We willen eigenlijk van die modellen af en we willen graag weten waar we aan toe zijn en wat er daadwerkelijk wordt uitgestoten. En u maakt als agrarische ondernemers al hele grote stappen. Vakmanschap van de boer.